De SP in Breda gaat aan het college vragen stellen over de onveilige situatie bij en in de flats aan de Bernard de Wilderstraat in Breda. In die flats wonen nog een aantal reguliere huurders en er zit antikraak in. Het is de bedoeling om de vier complexen maart volgend jaar te slopen, maar het woongenot is er nu al ver te vinden. Er is sprake van vandalisme. Alle liften zijn kapot. De garages liggen vol met afval. En onbevoegde kunnen zo de berging binnenlopen waar de meterkasten gewoon open staan. Het is echt onveilig. Het aantal liften werken niet meer, dus dat betekent dat dat consequenties heeft voor de bewoners. Ik denk niet dat hulpdiensten op de hoogte zijn van het feit dat de situatie zo is. En nou, je zou kunnen zien dat, met betrekking tot grof vuil bijvoorbeeld, er garageboxen worden volgestort. Nou ja goed, zeker in deze tijd. Als je een of andere rotjongen daar een rotje in gooit, dan staat de boel zo in lichte Lijn natuurlijk en uh, ja, dat zijn gewoon situaties die kun je niet gebruiken. Ja, de Vets zijn eigendommen van uh, woningbouwcorporatie Breburg. Uh, jullie hebben contact daarmee opgenomen? Dat klopt ja. Uh, het is uh, zo dat na aanleiding van een, uh, een klacht van een, uh, een, een originele bewoner uh, hebben we gezegd: van nou, we gaan dat eventjes uh, opnemen met Breburg. En uh, uh, Breburg heeft inderdaad aangegeven dat uh, reparaties, bijvoorbeeld aan een uh, niet werkende lift, niet meer gebeuren. Omdat uh, de flats uh, in uh, uh, maart gesloopt uh, gaan worden. Jullie vinden dat een onhoudbare situatie en jullie gaan daar, daarover vragen stellen in het college. Ja, in ieder geval uh, met betrekking tot, uh, tot de veiligheidssituatie uh, hier. Maar is het niet eerst een zaak voor de eigenaar van de woningen, in dit geval dus van Wonen Breburg? Uh, nou ja, met betrekking tot de mensen die hier dan nog wonen, die dus een reguliere huurovereenkomst hebben, is het zo dat Breburg volgens ons gewoon de plicht heeft om haar onderhoudswerk te doen. En wat ons betreft is het zo dat we ze daar ook aan zullen houden. Na een telefoontje van dinsdag van de SP aan woningbouwcorporatie Breeburg is woensdag een wijkteam gaan bekijken wat er allemaal schort aan de flats.